Samen beslissen in de spreekkamer. Dat willen patiënten, maar ook artsen. Dat geeft betere zorg en een beter gevoel. Alleen gebeurt dat samen beslissen nog niet vaak genoeg. Of voelt het nog niet genoeg als samen? Dat kan dus beter. En volgens mij begint dat met een goed gesprek. Heel veel mensen denken dat je dezelfde kennisniveau moet hebben om een gelijkwaardig gesprek te voeren. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want? Want je voert een gesprek van mens tot mens. En daar zit hem de gelijkwaardigheid. In het respect voor elkaar en in het belangrijk vinden van elkaars opinie. En van dokter is dat de kennis en de kunde die hij meeneemt. En van de patiënt is dat zijn eigen context. Ja. Zijn familie, zijn situatie, zijn werk, zijn niet-werk, zijn hobby's. En die dingen zijn gelijkwaardig. Ze zijn net zo belangrijk. En daar zit die gelijkwaardigheid. Die artsen weten nu van, wacht even, ik heb met een mens te maken. Ja. En dat weten alle artsen, alle behandelaars, waar het ook over gaat, die weten dat wel. Alleen komt er in de praktijk niet altijd uit. Nee. Kunstje is niet werkelijk wat je doet, hè? Labuitslagen interpreteren, concluderen van dit hoort bij dat en dan is het dat de diagnose. Nee, hoe vraag ik het bij deze patiënt uit? En welke aspecten zijn bij deze patiënt heel belangrijk? Ja. Wat niet goed gaat, is denk ik dat heel veel dokters wel denken dat ze het goed doen. Ja. En ik denk dat ook de tendens heel erg is dat we vertellen, veel meer uitleggen, veel meer alle mogelijkheden schetsen. Ja. Maar dat is nog steeds zenden. Wij, de dokters, vertellen het aan de patiënt. Ja. En dan zeggen we vervolgens, en dan zou ik optie A kiezen. Wat kan een arts doen, een specialist doen eigenlijk, wat kan hij doen om dat er een klimaat is waarin de patiënt alles kan zeggen? Nou, ik denk je openstellen voor de patiënt. Ja, en dat is een vaag woord. Ja. Hoe doe je dat, je openstellen? Ik denk belangstelling tonen naar de patiënt. Ja, doe me denken nu je dat zegt, ben je hardgrondig met je eens trouwens, dat ik bij de andere cardioloog kwam vorig jaar, de dag nadat Joost Zwageman zelfmoord gepleegd had. Ach. En de cardioloog die condoleerde mij met het verlies van een vriend. En dat, toen dacht ik, hier zie ik goed. Ik had bijvoorbeeld in januari voor het eerst een nieuwe diabetesarts. Ja. En die vroeg, hoe gaat het met je? En wat doe je allemaal? En vertel eens wat over jezelf. Ja. Nou, mijn mond viel open. Dat ik dacht van, ik wil gewoon weten hoe mijn patiënt is. Ja. Nou, dan dacht ik van, nou, dat is een hele mooie ingang. Ja. Want dat had je ervoor nooit meegemaakt al die jaren. Nee, want dan vragen de artsen wel, hoe gaat het? En, maar dan is het van op dit moment. Hè? En als jij dan zegt, goed, nou, dan is het over. Ja, je zit daar natuurlijk om je aandoening. En je zou kunnen beginnen met, hoe lang heb je het al? En, want dat zou hij ook in mijn dossier kunnen zien. Maar hij zou het eens kunnen vragen. Ja. En hoe is dat tot nu toe gegaan? Ja. Waar loop je tegenaan? Gaat alles goed? Want dan zeg ik ja. Maar gewoon van, vertel eens, van hoe deed je dat? En dan krijg je een beetje het gevoel van, oké, met deze man kan ik praten. Want die begrijpt mij als persoon. Dat zeg ik heel vaak tegen patiënten. Ja. Ik heb het zo met u te doen. Ik zou ook radeloos zijn als ik dat had. Ja. En dat schept een soort verbond. Ja. De patiënt voelt zich beter begrepen. En je komt makkelijker in gesprek, denk ik, met elkaar.